Waarom is er geen fatsoenlijke uitkering voor mensen die langdurig hardloos zijn? Ja, dat zijn politieke keuzes geweest om tekorten op dit soort uitkeringen voor langdurige zieken, arbeidsongeschikten. Dat is helaas de afgelopen jaren verslechterd. Als het aan ons ligt, als het aan de SP ligt, dan zeggen wij als je afhankelijk bent van die uitkering, en dat is voor een deel van de mensen zo omdat ze niet kunnen werken of zijn afgekeurd, dan vinden wij dat die uitkering ook fatsoenlijk mag zijn. En daarom pleiten wij ook voor verhoging van die uitkering met 5%. Hoe hoog is hij nu? Weet je? Hij is nu, ja, dat verschilt een beetje van wat voor soort uitkering je hebt en of dat je een gezin hebt of niet. Maar een bijstandsuitkering bijvoorbeeld rondom dat sociaal minimum voor een alleenstaande is rond de 1000 euro. 1000 euro. En jullie zeggen 5%. En daarbovenop kun je nog 5% omhoog. Ja, 5% omhoog. Ja. En dat geldt eigenlijk ook voor de minimumlonen. Omdat wat je ziet, als je kijkt naar de verhouding tussen de top en de basis, dan zijn eigenlijk de lonen aan de onderkant, minimumlonen, net daarboven ook, ver achtergebleven op de loonontwikkeling, allemaal daarboven en de topsalarissen. Terwijl juist deze mensen ook heel hard werken, heel zwaar werk doen, maar niet het salaris krijgen wat daarbij hoort. Vandaar geldt het ook voor het minimumloon.